Moet ik iets met mijn voet doen? Goedemiddag, morgen mensen thuis, sorry. Dat moest ik van mijn baas doen. Vandaag gaan wij werken met normale Pilates oefeningen, maar ook met onze voet. Dus, daar gaan we mee beginnen. Zorg dat je blote voeten aan, hebt. Nou, anyway. Dat je blote voeten hebt en dat je ze goed kan zien. Dus misschien een spiegel tegenover je of niet. En begin de mat te grijpen met je tenen. Okay? En probeer je benen gestrekt te houden. En goed kijken af en toe. Liefst niet naar beneden de hele tijd kijken. Maar hopelijk kan je zelf zien in je scherm of in een spiegel. Maar probeer je enkels recht te houden. Okay? En denk dat je trekt met je tenen in plaats van grijpen. Dus met grijpen gaat je teennagel onderdoor. En met trekken dan blijf je je teennagels zien. En als je weet wat een hamerteen is, probeer dat te voorkomen. Dus probeer te voorkomen dat de knokkel van je teen omhoog komt. Maar probeer te concentreren dat de knokkel van jouw voet omhoog komt. En bij sommige mensen zie je dat heel moeilijk. Okay? Maar kijk of je dat kan voelen. En de onderkant van je voet, door dit trekgevoel, gaat heel erg werken. Dus de holling van je voet wordt holler. Voelen we dit? Aha. Maar we zijn dus met de hele voet bezig. Niet alleen maar met de tenen op en neer, maar echt met de holling van de voet. Oké. Okay. En dan ga je staan. En dan ga je de hielen optillen en langzaam terug. En ik kwam net te snel terug, maar op. Aha. En langzaam terug. Ja, dus op. En langzaam terug. Nou, als je niet je enkel kunt zien in de spiegel, is het heel lastig om te voelen of je voeten recht blijven. Ik zal het je nu laten zien. Ik wil niet dat je naar binnen gaat en ook niet dat je naar buiten gaat. Maar heb dat gevoel dat je bovenbenen stil blijven, knieschijven stil. En dat je enkel stil is. En dat je langzaam omhoog kan. Dus je trekt nog met je tenen. En je duwt de bal van je voet in de grond. En je gaat nog langzamer naar beneden. En dat langzaam naar beneden is lastiger dan snel omhoog natuurlijk. Oké, okay? Nog twee keer. Buik spant aan, bil spant aan, benen strekken. Tenen in de grond, voel ze. Ja, niet alleen de bal van de voet. En dan nog één keer. Oké. Nou, gelijk een balansoefening. Neem één been naar voren en gewoon cirkels met je enkel. Cirkels met je enkel. En tegelijkertijd balanceer je aan je staande been. En dan doe je cirkels de andere kant. Cirkels de andere kant. Helemaal goed. En wissel. Staan, been naar voren, cirkels met je been. Sorry, met je enkel. En cirkels andersom. En echt gewoon scheppen. Scheppen met je voet ook. Ja, dan ga je heel veel voelen rondom je kuit ook. Oké, okay, heel goed. Voeten uitgedraaid. Voel dat je de voeten kan trekken naar elkaar toe met je voeten. Dat mag op de vloer, op je mat, het maakt niet uit. En dan ga je laag en je blijft trekken met je hielen en tenen. En dan kom je hoog. Omhoog. Ga je naar beneden, blijf trekken, zodat je ook binnenbeen voelt. En omhoog en sluit. Dat idee dat je naar elkaar toe komt en langer wordt. Naar beneden, dieper met een rechte rug. Omhoog en dan trek met je voeten. En dan naar beneden, knieën wijd, hou vast. Blijf hier. Nou, we voelen de tenen op de grond, kan je één hiel optillen, maar je bekken stil houden. Ja, til hem op, trek hem met de tenen en met de onderkant van je voet. Trek hem op, en dan duwen neer, trek op. Nou, dit zal zwaar beginnen te worden in je bovenbeen. Ja, en trek. En terug. Nou, kom heel even omhoog. Strek je benen. Voel je bovenbeen, je binnenbeen, alles. Kom weer naar beneden.
Ja, armen voor balans. Nou kan je beide hielen optrekken. En terug. Ja, je zag me wiebelen. Beide hielen op. Oeh, en terug. Nog twee keer. Trek de vloer met je tenen. Oeh, kuiten, binnenbeen, alles. Trek de vloer met je tenen. Wiebelige enkel. En terug. En kom omhoog. Oké, goed gedaan. Kom even zitten. Dus we gaan inderdaad van de voeten omhoog werken, maar soms moet je helemaal naar de grond toe. Borst omhoog. Gaan we roteren met je bovenbeen. Dus nu flexen we de voeten. We spreiden de tenen een beetje. Maar we flexen de voeten voor een bepaalde spierspanning in de been. Dus echt blijven flexen. Ja, voeten ietsjes wijder. Even wijder als je heuppotjes. En duw je benen zijwaarts aan de vloer. Dus één been moet uitdraaien, één been moet indraaien. En uitdraaien is altijd makkelijker dan indraaien. Dat ga je ook zien terug als je naar jezelf kijkt. Ja? En mooi. En dan duw een cirkel. En duw een cirkel. Probeer de vloer aan te raken met je tenen in die cirkel. Kijk of je bovenbenen gestrekt blijven. Cirkel en flex. Cirkel en flex. En dan gaan we andersom. Cirkel, point, flex. Borst omhoog, niet hangen in je schouders. Opzij, point, draai, flex. Opzij, point, draai, flex. En klaar. Heel goed, kom liggen. Benen lang uit. Armen op de grond. Flex je voeten weer. Adem uit. Alles in de grond drukken. En dan point je voeten weer. Alles naar voren, naar beneden. Flex je voeten. Doe je hielen vooruit. En point je voeten. Adem in. Oké, nog een keer. Flex je voeten. Adem uit. En point je voet. Adem in. Heel goed. Nou buig je de knieën. En ik wil dat je weer concentreert aan je benen. Kunnen jullie alsjeblieft duwen met je hiel zo hard mogelijk, met je voet. En trekken zo hard mogelijk. Duwen zo hard mogelijk. Trekken zo hard mogelijk. En voel wat de reactie is door de rest van je lichaam. Dus tenen op de grond, hielen op de grond. Duwen, trekken. Voel je een verschil tussen bovenbeen en binnenbeen. Duwen, trekken. Nou, als je de rest van je lichaam laat meebewegen, begin je te merken dat je hoofd ook gaat knikken. Duwen gaat je hoofd naar achter, trekken gaat je kin naar beneden. En dan kom je terug in het midden en ontspan. Ja? Oké. Nou, kanten je bekken, duw je voet in de grond. En dan hoe hoger je komt, trek naar voren. En dan duw je voet in de grond als je naar beneden gaat. En dan zoek neutrale rug, trek naar voren. Duw je voeten, kantel je bekken, je onderrug wordt boller. En dan kan je omhoog en dan trekken om naar voren te gaan. En dan duwen om naar achter te gaan. Roll off door je wervelkolom. En dit zou je ietsjes anders kunnen doen, maar zo doen we het vandaag. Want ik wil dat je echt bewust de onderkant van je voet voelt, je enkel voelt, al die spieren rondom je enkel, je kuit, je scheenbeen. Ja, oké, nou let op, blijf hier, zet je hielen tegen elkaar, ja, een soort kikkerhouding. Ja, dat is soms lastig als je laag bent, maar pers je hielen samen als je de knieën naar voren omhoog brengt. Echt je hielen samen persen. En dan roll off. Je hoeft niet meer echt te duwen en trekken. Ik wil nu dat je denkt aan je hielen samen drukken als je de knieën wijd omhoog gaan. En dan denk aan je hielen als je rustig afrolt. Ja, nog een keer. Duw je hielen samen, knieën omhoog. En dan roll off, wervel voor wervel naar beneden. Oké, nog een keer. Duwen. Hielen samen, knieën wijd. En roll off. Goed zo. Ja. Nou, breng je benen omhoog. Kan jij je voeten zien? Point.
Flex. Kan jij je knieën in deze houding, dus kikker tabletop, dus hoek van 90 graden. En zie dat je je voet kan flexen en pointen zonder dat je enkel naar elkaar toe komt. Dus als je je voet flext, blijft het wijd in de letter V. Het is moeilijk te zien omdat je me van de zijkant komt. Oké, nou, strek je benen naar het plafond in V. En dan buig, point. Flex naar het plafond, uitgedraaid en samen persen. En dan point. Nou, als je niet helemaal naar het plafond kan gaan, dan ga je gewoon wat meer naar voren. En dan point. Kunnen jullie dat zien? Flex. Strek je been, strek je been, strek je been. En point. Doen we nog twee keer. Flex. En dan ga je heel veel spanning in de been voelen. Terwijl je de heel erg samenknijpt. Heel veel binnenbeen voelen, heel veel bovenbeen voelen, heel veel stretch in je hamstring. Nog één keer. Heel veel stretch in je hamstring. Flex je voet, tenen uit elkaar. En terug op de grond. Poeh. Oké. Roll jezelf omhoog. En kan je één heel optillen. En terug. Ander heel optillen. Oeps. Ik ging al een stap verder. Til je heel op. En terug. Nou, kijk gewoon naar je plafond. Niet te veel naar mij kijken nu. Maar kan je nu je heel optillen en trekken met je tenen? Ja, dan voel je weer je kuit in je hamstring. En naar beneden. Til je heel op, trekken met je teen. En terug. Nog een keer, trekken met je teen. Mooi. Laatste keer, trekken met je teen. Terug. Nou, kan je je hielen op, je tenen optillen. Dus hiel op de grond, tenen op. En terug. Andere kant, tenen omhoog. Aha. Ondertussen werkt de andere been ook nog steeds. En goed zo. Roll even af. Ontspan. We gaan door. Sterke voeten op. Oké, nou kan je allebei doen. Dus één hiel omhoog en de andere voet de teen omhoog. En terug. En wissel. Duwen, trekken. Wissel. Duwen, trek. Wissel. Duw en trek. Wissel. Duw en trek. Laatste keer. Duw en trek. Oké, genoeg. Oh, flex je voeten op de grond. Ja, even losschudden. Even losschudden. Goed zo. Alles in je been gaat werken. Hè? Die hele keten. De zijkant, de bovenkant, onderkant. We gaan nu verder met een roll-up. Maar we moeten eerst even de bovenlichaam ook warm krijgen, dus we gaan de arm omhoog brengen, adem in, stuk je benen, flex je voeten, dus kijk of je alle tenen op een rij kan krijgen, en dan erachter, en ontspan. Nog een keer, flex je voet, alle tenen op een rij, dus kleine teen naar je toe, kleine teen naar je toe, en dat is heel lastig als je niet op de grond staat. Ja, als je op de grond staat, dan heb je het gewicht van je hele lichaam op de voet, die de kleine teen naar beneden houdt. En heel vaak als je op de grond ligt, dan wil de grote teen naar je toe. Dan wil je been uitdraaien. Oké, we gaan helemaal omhoog. Adem in. Op, op, op. Kijk naar je voeten. Kijk naar je knieën. Flex, flex, flex. Nou, point je voet als je afwikkelt. Mooi. En dan flex. Omhoog. Op. Navel in. Kijk of je knieën parallel zijn. Point je voeten als je afrolt. Mooi. Flex. Roll omhoog. Ja. Flex, flex, flex. Roll af. Mooi. En de laatste keer. Roll omhoog. Wee. Backspannen. Rug stretchen. Schouders laag, hè? Als je rood aan hebt. En rustig naar beneden. Oké. Open je been. Benen gestrekt. Arm op de grond. Schouderbladen wijd. Til je rechterbeen op. Nou, we hebben heel veel benen gedaan, dus soms verkrampen mensen het heel snel nu. Maar denk wel pointen, maar je linkerbeen flexen. Linkervoet flexen. Gaan we een groot cirkel overheen. Alle hoeken van de kamer. Door jouw linkervoet te flexen heb je meer stabiliteit in die linkerbeen. Je kan hem echt in de grond duwen, je hak naar voren duwen. En nu ben je heel vrij om je rechterbeen gepoint
te wijzen naar alle hoeken van de zaal. Nog twee. Til je bil een klein beetje op, je rechterbil, maar niet je linkerbil. Mooi. En dan zet je been naar beneden. Ander been omhoog. Point. Ja, en dan ga je overheen. En nu flex je de rechtervoet. Voel dat je rechterbeen naar voren wil blijven duwen. Je linkerbeen wil een groot cirkel tekenen. Nog drie keer. Nog twee keer. En de laatste. En zet je je voet op de grond. Mooi. Roll jezelf omhoog. Woe! En kom zitten. Rolling like a ball. Hielen samen. Nu hoef je je voeten niet zoveel te doen, maar we gaan een kleine variatie maken vandaag. Dus ik wil dat we eerst de hielen tegen elkaar persen. Je mag je voeten een beetje pointen. En je gaat rollen. Adem in. En terug. Flex. Ja? En een stapje op de grond vandaag. Omhoog. Ja? En stap. Kan jij een klein beetje gewicht op je voeten krijgen? Misschien lukt het je niet, maar kijk of je gewoon kan voelen. Woep. Nou, let op dat je hoofd niet op de grond komt. Woep. Hoofd komt niet op de grond. En laatste keer. Best moeilijk hoor. Ja, en uiteindelijk kan je gewoon staan, maar dat gaan we nu niet doen. Maar dat is wel waar we naartoe willen. Ja? Sorry, microfoon. Nou, kom je liggen. Of hebben jullie nu helemaal heel erg zin om dat te gaan doen? Nee. Oké. Nou, single bent leg stretch, ken je die wel? Til je hoofd, nek en schouders op, kijk naar je tenen, point je voeten. Ja, maar breng de knie naar je borst en hou je billen op de grond. Wissel, point, point. En duw nog steeds je heel van je af, heel van je af, heel van je af. Dus je point je voet, maar je duwt met de achterkant van je been. Terwijl je de knie naar je in brengt. Heel mooi. In, uit, uit. En ontspan je de benen lang uit liggen. Helemaal goed. Roll omhoog. En kom zitten. Open je benen. Oké, ik wil dat je gewoon het verschil voelt als je flext of als je point bij de volgende oefening. Dus we gaan beginnen met twee voeten geflext. Rol naar voren, flex je voeten en weer omhoog. Mooi, rol naar voren, schouders wijd, nek lang, flex je voeten en weer terug. Nog één keer, naar voren, schouders wijd en terug. Nou, point je de voet en kijk hoe dat dan voelt. Is het makkelijker? Mooi. Sommige mensen houden ervan. De knieschijf moet naar de grond, maar zelf vind ik geflexte voet, dat de achterkant van de been wat lager komt. Bij mij in ieder geval. En terug. En omhoog. Goed. Ja? Oké. Dan gaan we weer zijwaarts draaien. Pak je been vast. Hou de achterkant van je been vast. Nou, denk meer aan je been strekken. Minder aan de voet even. Maar meer dat je gestrekte been in je hand doet. Mooi. Gestrekte been in je hand duwt. Heel goed. En dan ga je beide benen strekken. Strek. En terug. En strek. Ja. En terug. En dan hou hem vast. Knie schuiven naar je toe, maar je benen iets uitgedraaid. Sorry, benen ietsjes uit elkaar, niet uitgedraaid. Nou, hoe voelt het als je heel erg flext? Het is soms lastiger om vast te houden, want dan gaat je kuit op rek. En ik wil activiteit in de achterkant van de been. Dus je flex, dan ga je een beetje rekken in deze positie. En point. Nou, blijven pointen. Kijk of je wil flexen of pointen, afhankelijk van je lenigheid. En dan ga je rollen en je gestrekte been naar het plafond. En terug. Hou je been gestrekt. En rollen, gestrekte been naar het plafond. En terug. Nog twee keer. En rollen. En terug. En de laatste keer. Rollen. Mooi. En terug. En ontspan. We draaien ons om. Kom op je buik liggen alsjeblieft. Oké.
Nou, het kan zijn dat sommige van jullie voeten nu beginnen te krampen. Dus kijk of je weer weg kan duwen met je voeten op de grond. Zoals ik dat nu doe. Dus strek en duw weg. Strek en duw weg. Voel je tenen duwen. En dat kan ook gevoelig zijn bij sommige mensen. Dus voorzichtig, niet te hard. Doe het gewoon een paar keer. Een paar keer. Dan voel je al meteen je bil werken. Nou, flex beide voeten. En kijk of je je hielen weg kan duwen terwijl je de bil in de grond duwt en je navel naar je wervelkolom brengt. Stek, 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 flex, flex, flex. En dan ontspan en point. En ontspan je voeten. Oké, handen naast je ribben. We gaan in onze swan. Neus naar voren, borst naar voren. Op. Heel goed. En rustig afrollen. Mooi. Handen. Op. En terug. Mooi. Sleutelbenen wijd. Benen naar achter. Sleutelbenen wijd. Borst naar voren. En terug. Nog een keer. We doen niet te veel vandaag van deze. Nou, hoe voelt het als je nu niet zozeer je voet, maar je scheen in de grond drukt. En je knie strekt en je bil spant. Ja, meer stabiliteit daar. En roll off. We werken van de voeten omhoog. Dus dat idee, doe je voeten naar achter. En je neus naar voren omhoog. Schouderbladen naar achter. Billen spannen. Benen strekken. Heel goed. En dan roll off. En doe jezelf naar achter. Nou, terwijl we hier... Terwijl we hier al zijn, hielen bij elkaar, tenen op de grond. Ja, armen ervoor. En dan wil ik meteen vanuit je hakken die samen zijn, duwen naar een plankpositie. Ja, dus voel hielen samen, dat energie hier, dat je kan duwen en trekken. En dan kom je naar achter in je child's pose. Ja, hielen samen, duw jezelf naar voren, vanuit je hielen, duwen. Oké? Okay? En de meeste mensen die planken, die vergeten hun voeten. En dat is niet alleen in je pilatesles, maar ook gewoon in je fitness. Plank en voel de energie in je voet. En kijk nu of je kan strekken en duwen. Strekken en duwen. Dus heel strakke benen. Bilspannen, buikspannen, alles ook. Al die andere dingen wat je altijd hoort. Buik in, billen spannen, maar... Zijn je benen gestrekt en kan je voelen dat je naar voren gaat omdat je heel naar voren gaat. En naar achter gaat. En naar voren gaat. En dan buig. Nou, als je hielen uit elkaar gingen en je benen voeten parallel bleven, is dat ook goed. Ja? Oké. Kom in je mermaid op je rechterbil alsjeblieft. En... Je linkerbil is ietsjes dicht bij de grond. We gaan niet te veel doen. Vier keer per kant, pardon. Vier. Ik heb net chocola gehad voor de lessen. Dus op. Rek. Mooi. En rek. Strek. Strek. En laatste keer. En strek. Simpel toch? Afhankelijk van je knieën. Ben je in staat om nu je benen in de grond te drukken en omhoog te komen? Zonder je benen te bewegen. En terug. Nou, als je last hebt van je knieën, je enkel, dan hoeft dit niet. Dan kan je gewoon je knieën smaller doen en omhoog blijven. Maar kan je die knieën en de voeten, dus flex, in de grond drukken om je omhoog te brengen? En dan terug. En de laatste keer billen gebruiken. En terug. Genoeg. Draai je om. Heel goed. Andere kant. Armen wijd. Go. Opzij. Opzij. Over het plafond. Lang in je nek. Over het plafond. Lengte. Over het plafond. Lengte. Ja, helemaal goed.
En nog eentje. En ontspannen. Dan gaan we op. 4 keer. Billen spannen. Mm-hmm. Breng je gewoon je armen naar voren. En denk borst op. Mm-hmm. Dus heel lang in je rug. Ook al kom je niet omhoog. Dan ga je gewoon borst en arm omhoog naar het plafond. Dus je kan het ook gewoon zo doen. Ja? Omhoog. En terug. En ontspan. Goed zo. Kom weer liggen op de zij. Mm-hmm. Onderste voet geflext. Je ligt lang uit. Bovenste been naar achter en gepoint. Nou tap je met je teen de grond aan. En je onderste voet is geflext. Die geeft meer stabiliteit als je de voet flext. Een beetje als een hakmes op de grond. En de achterste mes die gaat gewoon heen en weer. Ja, nou zet je arm voor je borst. Maar als je het liever op je hoofd wilt doen, dan mag dat ook. Hè? En als je een uitdaging aan wil. En dan ga je de been omhoog en dan gaan we schoppen. Bring je voet naar voren. Boom, voet naar voren. Schop. Ja, en schop. En schop. En schop. En schop. Mooi, nog 3 keer. Ik ben eerlijk gezegd mijn tel kwijt. 2. En vandaag is dat genoeg. Ja, buig je knieën, rol omhoog, wissel om. Ah, liggen. Linkerbeen naar voren, handenbeen naar achter, hand voor je ribben en tap de grond aan. Heupbootjes boven elkaar, navel in. Mooi, tap de grond aan achter je. 8, 7, 6, 5, tap de grond aan. En oké, been omhoog. Here we go. 4. En even kijken welke been beter kan schoppen. Adem uit. Adem uit. Ook naar achter. Boom naar voor. Ook naar achter. Boom naar voor. En 1 extra. En klaar. Goed hoor. Yes. En kom. Zitten. Openen. Gaan we weer. Nou, normaal gesproken hoort zagen veel eerder in de les, maar dat gaan we nu doen. Armen wijd. Draai. En 3, 2, 1. Overeind roteer. 3, 2, 1. Overeind roteer. Heel goed. 3, 2, 1. En 3, 2, 1. En 3, 2, 1. Laatste keer. En 3, 2, 1. En ontspan. Goed. Kom op jouw handen en voeten weer. En vingers spreiden. Elleboogholte naar voren. Strek je been. We gaan terug naar de plankpositie wat we eerder hadden. En denk dat je nu flext. Dan ga je 1 voet point. Schop. Terug. Flex. Point. Schop. Terug. Flex. Point. Schop. Terug. Flex. Point. Schop. Mooi. Boom. En de laatste keer. Boom. En terug. Heel goed. Nou. Komen we op de knieën weer. Als je last hebt van je knieën, dan buig je, sorry, dan vouw je je mat dubbel. Oké? We gaan op de knieën. Even mijn microfoon goed zetten. Oké, wat we willen is zonder handen 1 been naar voren en terug. Ja, en als je microfoon ding om hebt, is het lastiger, maar hoofd op. En terug. En dit is voor elke mens een beetje wiebelig. Een klein beetje wiebelig, want je zit op je knie. Nou, in plaats van aan je voet denken, denk knie omhoog. Boom. En terug. Knie op. En terug. Knie op. Terug. Knie op. Laag. Knie op. Terug. Nou, ik beweeg mijn handen, maar meer gewoon om te laten zien
Nou, als jij je been zijwaarts moet brengen om het daar te krijgen, dat is voor heel veel mensen de enige manier. Voel dat. Boom. Denk hoofd op. Dat helpt ook soms. Hoofd op, dan geeft je meer balans. Hoofd op. Hoofd op. Buikspannen, hoofd op. En hoofd op. Goed, nou zet je je rechterbeen voor. Stop. Zet je tenen van je linkervoet op de grond. En dan ga je gewoon staan. En terug. Dus eigenlijk je lunge. En staan. Niet te wijd uit elkaar. Als je merkt dat je voeten te wijd zijn, breng het in twee hoeken van 90 graden. Kan je ook rustig naar beneden. Nou, als je last hebt van je knie, dan ga je gewoon niet helemaal op de grond. Dan blijf je wat hoger als je last hebt van je knie. En over die knie gesproken, zorg dat je knie recht blijft. In lijn met je tweede, derde teen. Niet in lijn met de grote teen, maar in lijn met de tweede, derde teen. Dus ietsjes voor je gevoel, ietsjes naar buiten. Zodat je meer de bil voelt. Nou, gaan we wisselen. Ander been. Stap. Tenen op de grond van de achterste voet. Niet te ver naar voren. Zet je goed neer. Gebruik je armen, hoofd, billen omhoog. En naar beneden met een verticale rug. Kijk naar de horizon ook. Waar ga je naartoe? Ja. Je gaat omhoog en naar voren. Handen uit elkaar, geeft meer balans. Op. Ja. Terug. En hop. Adem uit als je omhoog gaat. Terug. En de laatste keer. Op. En blijf omhoog. Daar ben je dan. Heel goed. Ik zit even die mat weer lang. Oké, nou zijn we weer. Loop even naar beneden met je handen. Voel je benen. En voel gewoon hoe dat voelt. Je enkels, je tenen. Hoe de holling van je voet is met je handen. En kijk of je druk kan voelen aan de heel. En of je druk kan voelen aan de buitenkant van je voet. En of je kan voelen dat je holling omhoog gaat. En voel dat de grote knokkel en grote teen op de grond is. Ja, dus je voet is een soort U of letter C. En kom omhoog. Dus voel die druk aan de buitenkant van de voet. Voel de holling van je voet omhoog gaan. En de grote teen aan de grond. Ja? Nou, doe gewoon een heel klein squat. En dan terug. Kan je al die plekken in de voet voelen? En je merkt dat als je druk op al die plekken op de voet hebt, dan ga je ook op andere plekken in je lichaam ook meer druk voelen. Dus meer buitenkant bil, misschien buitenkant enkel. Ja, je ziet me bewegen met mijn rippenkast. Oké. Nou, breng één been omhoog. En kijk of je nog steeds al die plekken kan voelen op de voet. Grote teen, die hele brug onder de tenen. Al die kussentjes. Kan je voelen de achterkant van de hiel en de zijkant van de voet, terwijl die grote teen blijft drukken naar beneden. En dan misschien merk je, om balans te zoeken gaat mijn been al een klein beetje schuin. Ja, want ik wil aan de buitenkant van de voet, maar ik wil ook de grote teen naar beneden. Nog een keer. Klein beetje schuin dan, hè. Ja. Goed. Een laatste keer. Op. Ja. Voel die balans. Oké. Dan breng je je been omhoog. Voel balans op je staande been. Navel in. Duw je ander hak naar achter. Span beide billen. Dan blijf aandacht brengen naar je voet. Kan je die verschillende plekken van je voet voelen? En kan je je knie recht houden? En dan omhoog. Oké. Nog een keer. Been naar achter. Voel al die plekken op je staande voet. Aha, en terug. Ja, grote teen, alle vier de kleine tenen. Rondom je enkel, buitenkant van de voet.
En omhoog. Heel goed. Ander been. Hup. Gaan we. Voet op de grond. Eerst gewoon staan. Ribben boven heupbordje. Doe je been naar achter. Voel de energie in de achterkant van die been ook. Aha, en terug. Nog een keer. Voel je tenen op de grond. De holling van de voet nog. Buitenkant van de bil en been. Ja, laatste keer. Du-du-du. En terug. En voeten neer. Dat was een tussendoortje. Kom weer liggen op je rug. Je dacht toch niet zomaar dat we geen teaser deden. In wat leek alsof het de einde van de les was. Nee hoor, je hebt nog een paar minuten. Kom liggen. Goed. Armen naast je zij. Til je hoofd op, kijk naar je tenen. Rol omhoog. Doe je benen naar voren. Rol af. Adem in. Rol omhoog. Rol af. Heel goed, nog één keer. Nou, oké, misschien twee. Ik heb mezelf snel overgetuigd. Overgetuigd is geen woord, hè? Overtuigd. Niet overgetuigd. Nou, anyway. En liggen. Poepoe. Ja? Let op. Zet je linkervoet op de grond. Of in ieder geval de voet verste weg van je computer. En je andere arm langs je oor. Andere arm omhoog. Rol op je zij. En duw je been in de grond. Zo hard mogelijk. Zodat je onderste been op kan optillen. Bewijzen van. En rol terug. Nog een keer. Duw je bovenste knie in de grond. En haal de knie boven de enkel. Dus uitgedraaid. En terug. Die onderste been hoeft niet van de grond, maar het is meer dat bewijs dat die achterste been het hardst werkt. Duidelijk toch? Oké, kom naar beneden. Wissel. Dicht bij je knie. Rol op je zij. Knie boven enkel. Buik spannen. En terug. Mooi. En omhoog. Mooi. En terug. Goed zo, nog een keer. En omhoog. En terug. Wissel arm en been. Nu worden dingen een stuk moeilijker. Ja. Niet te dichtbij je voet, ietsjes verder af. Roll omhoog. Bring je hand op de grond. Roteer je been. En omhoog. In side plank. Nog steeds doet die onderste been niet zo veel. Voel je dat? Maar het helpt je wel omhoog. Die moet je wel gebruiken. Kom je naar beneden, gewicht op je been en roll af. Dat doen we nog één keer. Omhoog. Draai je been uit, hand op de grond, duw met beide benen. Nou, hier komt die. Kan je die onderste been achter zetten? En dan doordraaien op twee handen in downward dog. Dat had je niet verwacht. Haha. En breng je been terug. Ja, roteer die been. Strekken op de grond. En zitten. Jeetje. Ja, en roll off. Nou, we doen maar één keer per been. Maar we gaan de komende weken nog meer doen. Roll omhoog. Woep. Gaat je been uitdraaien. Doe je plafond van je af. Ja, en nu ga je draaien ook op de voet op de grond. En strekken. It's okay. En dan zet je je voeten op de grond. En loop je gewoon met je handen naar je voeten toe. En dan rol je omhoog. Ja.
De moeilijkste manier om van je rug naar je hoofd voeten te komen en van je voeten naar je rug te komen. Doe nog alleen maar een roll down. Dat gaan we komende weken helemaal uitvogelen. Hopelijk heb je thuis wat dikke matrassen om op te vallen. Als het niet lukt. Mensen, heel erg bedankt voor het meedoen. Dank je wel. Kijk ook wat andere video's terug. Zie de rooster voor ook al nieuwe lessen. Body balance lessen zijn op de rooster met andere docenten. Dus nou ja, dat komt wel goed. Als jullie vragen hebt, dan hoor ik het. Fijne dag. Doeg! Hallo.